Yo, Kees van Dutch Games. Mijn vraag: een nieuwe Call of Duty game glitch. Het is geen game glitch, het is een glitch. De glitch is dus, die kwam bij ons in de party binnen door Ipromeno. Je ziet hem ook nu, want hij doet de glitch voor. Hij kan hem echt fucking goed. Shout-out hem dat hij het heeft gedaan en wat ik mocht opnemen. Je ziet, hij klimt een trap op en dan, dat is helemaal vrij trouwens, dan doet hij zo'n jump, zo'n lange jump, doet hij op het dak. En dan moet je van het dak springen. En dan ben je onder de grond. En dan kan je enemies killen. Maar ze kunnen jou killen. Maar het is gewoon een epic. Ja, epic glitch eigenlijk. Want je kan gewoon heel makkelijk cam halen. Het werkt ook online. Hier waren het onze private match met. Wie waren het? Jerol, Dominic, Sam, Damien en ik. En Menno natuurlijk. En je ziet gewoon ook dat hij onder de map beter gaat lopen. En dan. Ja, hij kan gewoon iedereen killen. En dat is gewoon echt best wel nice. En hij kan zijn hondje inroepen. Het is niet echt een heel lang commentary. Want het game duurt echt niet heel lang. Maar. Als je meer wilt zien van ons, met z'n allen, doe een duimpje omhoog, subscribe. En ik bedank Menno echt heel erg dat ik dit mocht doen van hem en dat hij ons dit had verteld. En ik spreek u later. Doei. Take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart, too young to fall. This is our story that we could take back someday.